Welkom in Sonny's Keuken. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je panier maakt. Panier is eigenlijk gewoon verse kaas. Daarvoor heb je nodig melk en yoghurt. Je kan ook een andere stremsel gebruiken, bijvoorbeeld citroensap of citroenzuur. Iets wat zuur is, of karnemelk kan je ook gebruiken. De verhouding die je gebruikt, ik gebruik 4 liter volle melk en 1 liter volle yoghurt. Dan heb je de juiste verhouding 4-1 voor de zuurtegraad. Pas als de melk bijna aan de kook is, doe ik de yoghurt erbij. Oké, nou de melk is bijna aan de kook. Er zit een beetje schuim op. Nou kan de yoghurt erbij. Halverwege even roeren. Dan ga je zien dat hij al begint te schiften. Zie, je kunt aan de lepel zien, zeg maar, hè, dat de melk zich van de kaas van de wei scheidt. Maar het is nog niet helder, want de wei moet helemaal helder zijn. Dus er moet nog wat yoghurt bij. Kijk. Nou, zoals je ziet, is de wei is heel mooi helder. En eigenlijk is de panier nu klaar. Je kan hem nog even laten staan, dat je het gewoon even laat doorkoken. Maar eigenlijk hoeft het niet meer, dus de panier, we gaan het nu gewoon afgieten. Daarvoor heb ik een panierdoek, een kaasdoekje. En dat leg ik over een vergiet. Nou, ik ga de panier met een schuimspaan eruit halen. Dan hoef ik niet al het water door de vergiet te doen. Nou, alle panier is eruit. Nou ga ik hem dichtmaken en dan doe ik een gewichtje op. Zodat alle wei, wat nog achtergebleven is in de panier, dat die eruit kan. Zoals je ziet, komt er dan nu meer weiwater uit. Zie je, het stroomt eruit. Nou, dit laat je zo ongeveer een half uur tot een uur staan. Hij mag ook de hele dag zo staan, ligt eraan wat je ermee gaat doen. Als je bijvoorbeeld zoetigheid van deze panier wil maken, dan moet je hem hooguit een half uur met het gewicht laten staan. Niet langer, want er moet een beetje smeuïg zijn. En als je hem wil verwerken tot een gerecht, of in een groentegerecht, of gewoon een zelfstandig gerecht, wat je dus met rijst of met chapati of met roti wil eten, dan laat je hem iets langer staan, dus dat je een mooie compacte panier hebt. Nou, de panier is nou goed uitgelekt. Zoals je ziet is het één geheel geworden. Je kan het in blokjes gaan snijden. Kijk. Nou, net zo grote blokjes als dat je zelf wil. Soms maak ik met panier saté, vegetarische saté. Nou, dan doe ik dus ja, vrij grote blokken. Snijden doe ik aan 1 satéstokje 3 blokken panier. En om doe ik een stukje paprika of wat anders. Nou, en dan doe je zulke stukjes snijden. En dan kun je dit zo verwerken, bijvoorbeeld in een spinaziegerecht. Maar je kunt hem ook even frituren, licht frituren. Hij gaat niet kapot, het blijft één geheel. Ik heb vandaag een paniergerechtje gemaakt. Nou, dat is dus blokjes panier. Die heb ik dus eerst, dit is de basis. Die heb ik dus lichtjes gefrituurd. Ja, licht goudbruin, zeg maar. Nou, en ik heb er een gerechtje van gemaakt met tomatensaus. En daar zitten dan ook cashewnoten bij.
En natuurlijk diverse kruiden en specerijen. En aan het eind heb ik dus een halve bos koriander, verse koriander erbij gedaan. Nou, dit gaan we eten met rijst of roti of puri. Of net wat je lekker vindt. Nou, ik zou zeggen, probeer het thuis uit. En veel succes!